Nou, 4863.000 repetities achter de rug. En vanavond is dan de grote avond, volgens mij de spannendste songfestivalfinale in jaren. Ook nog van behoorlijk hoge kwaliteit. Veel echte liedjes, weinig kermis, weinig gedoe, weinig poespas op de vloer. Dus dat is mooi, want dan wordt het weer een echt songfestival. Maar ja, de kanshebbers. Ik denk dat de boekmakers ernaast zitten dit jaar. Ik denk niet dat Azerbeidzjan wint. En Duitsland staat heel erg hoog bij de boekies. Maar ik denk dat Duitsland niet zo hoog zal eindigen als iedereen denkt. En wat gaat dan wel hoog eindigen? Ik zet in op Armenië onder andere. Zou zelfs kunnen winnen. Omdat het denk ik bij televoting en bij vakjuries goed ligt. Ik denk dat Roemenië het heel goed gaat doen. De piano battle tussen Ovi en Paula Seling. Azerbeidzjan zal wel een redelijk eind komen, maar dus niet winnen. Georgië misschien dankzij de vocalen bijvoorbeeld. Maar voor mij persoonlijk is het beste nummer toch, of in ieder geval de beste uitvoering, die van Israël, heeft de 24e plek geloot. Zou dus ook heel goed kunnen winnen, als althans niemand in verre landen last heeft van het Hebreeuws. En dus een vrij harde klank. En ik denk dat dat bij vakjuries heel goed scoort, bij televoting weet ik het niet helemaal zeker. En dan is er nog België. Nu Sieneke helaas naar huis is, is Tom Dijzer nog wel. Met een eenvoudig liedje kan je zomaar in de finale komen, bewees Vlaanderen. En dat is ook meteen de eerste inzending in ongeveer eeuwen van België namens Vlaanderen die in de finale staat. Tom Dijzer treedt al 7 op. Het zou voor ons wel erg leuk zijn, want toch onze zuidenburen. En ook dat liedje zou door zijn eenvoud het heel goed kunnen doen. En verder natuurlijk Griekenland met Hoppa gaat het vast ook goed doen. En let op de Fransen vanavond. Het is moeilijk in te schatten, maar het is het officieuze lied voor de WK eigenlijk. Dus ook alle voetbalfanaten kunnen een hartje ophalen. En het is de meest spontane en energieke uitvoering op het podium. En wie weet valt Europa daar opeens voor. Ik zou zeggen, allemaal een miljoen keer leuker en beter dan die hele X-Factor. 25 kandidaten met X-Factor op de bühne. Waar maak je dat nog mee? Dus vanavond naar het Songfestival kijken.